Ja, ik zit zonder huishoudelijke hulp bij vandaag. Ja. Ik heb antwoord van hem gekregen, maar het slaat nergens op. Nee. Dat niet de noemenswaard, omdat ook nog weer te gevloggen en dat ik dat ga vertellen. Nee. En ik heb al heel wat gedaan, want ja, omdat ik Stefan niet kreeg en dan krijg ik hem ook nooit meer. Heb ik zelf zittend. Met een rubberen bezem, hek aan het vegen geweest. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, oprecht een goedemiddag, want het is alweer 16:29. Ik ben niet net uit bed hoor. Nee, ik heb alweer heel wat gedaan. Ja, want ja, ik zit zonder huishoudelijke hulp vandaag. Ja. Ik heb antwoord van hem gekregen, maar het slaat nergens op. Nee. Dat niet de noemenswaard, omdat ook nog weer te gevloggen en dat ik dat ga vertellen. Nee, dat doe ik niet. Geen zin in. En ik vind dat ook, ja. Ik vind het, ja, een beetje vreemd allemaal, weet je. Maar in ieder geval, we krijgen maandag weer een nieuwe. Dat is dan hoop. Ik gleed naar beneden. Dat wordt dan weer een vrouw. Maar we zullen beleven hoe en wat. Maar vandaag, ik heb de honden gedaan. De dames dus uitgelaten. Ik moest zelf rennen het kleine kamertje. Dat heeft lang geduurd. Er komen tranen er vanaf. Toen, want ik hoorde hier weer eentje overgeven, dat hek weer op moeten ruimen. Toen moest ik weer naar de wc, want ik was nog niet klaar. Toen ik klaar was, ben ik naar boven gegaan. Heb ik de kattenbak verschoond helemaal. En de douche even geveegd, et cetera. En de trap geveegd, want die lag onder het haar. Want dat had meneer dinsdag dus niet meegenomen. Terwijl ik hem had gezegd, als je boven de boel zuigt... Neem de trap mee voor de helft. Onthoud even welke tree je hebt gehad. En als je dan beneden gaat zuigen, want dan doet hij alleen nog zuigen beneden, kan je ook de trap weer van onderen tot aan die tree meenemen. Dan is die hele trap ook schoon. Maar noppenjendo. Dat heb ik nou even met een toffe blik gedaan. Wat niet goed is voor mij. Maar ja, het moet toch gedaan worden, weet je. Het zat onder de haren. Niet leuk meer. Maar ik vergeet weer wat, hè. Ja. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, nou ja, die is dus een beetje ziekjes. Maar het komt ook wel weer goed. En Elwin legt in de mand, geloof ik, dacht ik zo te zien. Want ik zie er niet onder de stoel niks. Daar, maar naar buiten. Nou, kom maar. Even naar buiten, even een frisse neusje halen. Ja, en dan thuis kom, zag ik ook dat Karin gebeld had. Dus die zal ik zo meteen ook even terugbellen. Kijk, ja, kijk wat die te vertellen heb. Ja. Maar komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van elkaar. Geniet met elkaar. Geniet van het zonnetje die er af en toe even is. Nu ook is ze er ook. Het is wel wat bewolkt, maar ja, het is niet zo heel erg bewolkt. Af en toe wat blauw erbij, maar ja, het zonnetje is er, dus je kan weer genieten. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon en geniet ook lekker weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, we zijn er weer eventjes. Ik, hoe laat even? 18:57, dus bijna 7 uur. Ik ga even lekker met mijn meisjes lopen. En ik heb al heel wat gedaan, want ja, omdat ik Stefan niet kreeg en dan krijg ik hem ook nooit meer. Heb ik zelf zittend met een rubberen bezem, hek aan het vegen geweest. Je mag bij mijn, ja het mag eigenlijk niet, maar ja, ik moet eigenlijk met de stofzuiger vanwege mijn longaandoening. Maar ja, dat wordt mij een beetje te zwaar. De ene keer kink het wel, de andere keer kink het niet. Dus ja, daarom een rubberen bezem. Ik heb met een vochtig doekje alles het afstoffen geweest.
Ik heb de kattenbak schoongemaakt. Opnieuw gedaan. Mag ik eigenlijk ook niet doen met een longaandoening. Ik heb de douche geveegd. Dus ik ben druk bezig geweest. Ik weet niet wat. Ik wist niet wat ik eten zou. De afval staat er nog hoor. Nou, morgen weer een dag. Ja, toch? Maar ik had vorige week wat lekkers gehaald. En dat ga ik nou oppeuzelen met een broodje erbij. Ja, een solte zeiden we dan. My chippers. Ja. Dus ja, dat gaat er wel in bij mij. En die zijn allemaal gek. Allemaal. Ik heb ook een vlog aan het renderen geweest. Die is op 77, nou ja, kijk, zelf. Die is bijna klaar. En nou ja, misschien vanavond nog weer een. Ja, we zien wel hoe het rijlt en zeilt. Wie weet krijgen we onverwachts visite te doen. Je weet me nooit hierover, nee. Soms is het hier net een zoete lieve inval. En soms dan is het weer eigenlijk heel erg stil. Nou, niet dus. Nee. 7 uur slaat hij. Maar hij is 1 minuut voor op de computer. Nee. Nou, moet kunnen. Ja, hij wordt naar 91%, zegt hij. Oh, dat gaat goed. Maar in ieder geval, we gaan de dames uitlaten. Hier hebben we er ook eentje, hè, meisje? Ja, nou. Joehoe. Dus, ja, die zijn elkaar een beetje aan het uitdagen. Maar het maakt niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Geniet van jullie avond. Bon appetit. Eet smakelijk en weet ik van wat nog meer. Het is vrijdagavond, dus ja, maak er een feestje van. Ja. Maar blijf wel dicht bij jezelf. Ja. En ga er gewoon van genieten. Doe elkaar geen kwaad, maar geef elkaar liefde. Ook oké, okay, de andere persoon niet. Maakt niet uit. Geef elkaar liefde en warmte, et cetera. En geniet daar ook van. Wow. Moet kunnen, toch? Ja. Yeah. Maar oké, okay, ik zou zeggen, ja, en geniet ook met ons mee. Ja, dan liggen ze lekker te slapen. Maar ja, het is ook tijd om te gaan slapen. Ja, ze zijn al lekker buiten geweest. En het is ja, bijna 3 uur op de klok. En dat zal toch wel zo wezen. Ja, dat we gaan lekker naar bedje toe. Ze zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En geniet van je nachtrust, want dat hebben we allemaal nodig. En vooral in deze hectische tijd. Ja, en het stormt en het doet. En het was weer ook een beetje aan het sneeuwen hier. Dus ja, ik ben allemaal blij als eindelijk, maar ook eindelijk, de temperatuur wat hoger gaan worden. Want dit is niks, nee. Dan kan ik ook weer met mijn meisjes verder lopen. En dan kan ik met Elwing weer lekker op de boosterweg ook. En dan kun je ze weer lekker even werken. Ja. En dan van de zomer weer lekker het water in. Heerlijk. Dan gaan we dus naar boven. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Nogmaals, slaap lekker. En graag tot aan de andere kant van de nacht.